Ja, maar het is 0-6. Dat zijn lekkere cijfers, denk ik dan toch wel tegen Westerlo. Absoluut, we hadden het ook nodig. Ik denk dat we de afgelopen twee matchen moeilijkheden hadden. Oké, tegen Olympiakos, dat is een heel sterke tegenstander. Maar tegen Leuven, ja, daar hadden we toch beter moeten tegenspelen. En we wisten dat het twee weken voor de competitie was, dus dat we toch wel er moesten staan, stilletjes aan. En daarom deed het ook deugd dat we 6-0 winnen. Was dat een wake-up call tegen Oagel? Nee, een wake-up call is overdreven. Ik zeg het, je zit in de voorbereiding. Er zijn heel veel zware trainingen geweest. Ik denk dat we de laatste tijd iets meer op tactisch en frisheid trainen dan in het begin, wat dat logisch is. En ik zeg het, het is nog twee weken, dus we moeten er wel klaarstaan tegen Standaard thuis. Maar toch wel top 6 is de ambitie toch wel, denk ik, dan van dit KV Mechelen? Ja, dat gaan we alleszins proberen. Dat proberen we ook elk jaar. Maar je moet kijken hoe het seizoen loopt. En we beginnen bij de start en dat is de thuiswedstrijd tegen Standaard.